Onze laatste spreker is Jan Schuur van Smart School. Wie onlangs op Smart School inlogde, die zag het al dat er een aantal extra mogelijkheden zijn om aan te melden. Die er eigenlijk al lang bestaan, ook aanmelden in twee stappen. Dat kon al via een YubiKey of een Authenticator app. Maar nu zijn er een aantal digitale sleutels bijgekomen waarover we graag meer uitleg krijgen door Jan Schuur. Dankjewel, Jan. Het woord is aan jou. Oké, goedemiddag. Ik ga even mijn presentatie delen. Voilà, bij deze. Bedankt voor de uitnodiging om toch wel een grote stap even verder toe te lichten vanuit Smart School. Het verplicht aanmelden in twee stappen voor alle professionele accounts, dus leraars sowieso, leerlingen en hun ouders nog niet, wordt niet verplicht, maar ze kunnen dat natuurlijk al wel. Ik wil u even meenemen in de tijd en dan waarom dat we hiertoe gekomen zijn. Dat is toch wel belangrijk. Wanneer zijn we daar bij Smart School mee gestart? Met het aanmelden in twee stappen. Het heeft al verschillende namen gekend. Maar uiteindelijk hebben we dat destijds geïntroduceerd gehad in september 2010. Dus dat is meer dan 10 jaar geleden dat we de allereerste mogelijkheid gecreëerd hebben om dit te doen. Dat was destijds via een USB-sleuteltje, de SweeKey heette dat. En dat was de eerste mogelijkheid die dat wij voorzien hebben. Dus dat is totaal niks nieuws. Dat is iets wat al heel lang bestaat. Meer dan 10 jaar is een eeuwigheid geleden. Dat is voor de iPhones en de iPads bijna. Dus ja, dat geeft al aan hoe lang dat wij vanuit Smart School vinden dat dat een noodzakelijkheid is. Noodzaak in Smart School, absoluut. Dat is een no-brainer. Binnen ons eigen bedrijf maken we daar al gebruik van sinds de dag dat het kan om te authenticeren op verschillende systemen. Dat is een wachtwoord op zich, is niet te vertrouwen. Ben Weitz heeft dat vanmorgen nog maar eens bewezen met zijn Twitter-account. Waarom is dat nog een bijkomende noodzaak in Smart School? Dat is omdat Smart School zeer veel gegevens, zeer veel vertrouwelijke gegevens bevat over mensen. De voorgaande sprekers hebben dat ook al duidelijk aangehaald. En misschien liggen leraars daar onvoldoende wakker van. Maar ze hebben een potentiële waarde. En iets wat een waarde heeft, dat moet beschermd worden. En dus dat is een no-brainer. Dus vandaar is dat effectief wel essentieel. Wat is nog een situatie op dit moment wat betreft Smart School? Dat wordt gebruikt door ontzettend veel devices. Heel veel toestellen worden gebruikt om in te loggen op Smart School. En ook heel veel publieke toestellen. Computers in leraarskamers, computers vooraan in de klas, laptops die ontleend worden, iPads die ontleend worden, noem maar op, computers thuis. Het zijn ontzettend veel toestellen waarop dat Smart School benaderd wordt. Dus dat spreekt voor zich dat een bepaald risico inhoudt. En dat je dan toch wel moet zorgen dat die beveiliging effectief op punt staat. Als we dan kijken naar de doelgroep, in Smart School worden gegevens verwerkt van minderjarigen. Die verwerking gebeurt door de school. De school is daar de verwerkingsverantwoordelijke. Nu, minderjarigen, dat is toch een kwetsbare groep. Waarbij we toch even moeten stilstaan. Wij noemen dat leerlingen in het onderwijs. Maar als je naar wetgeving kijkt, dan gaat dat hier over minderjarigen. Hè. Dus dat zijn kinderen die kunnen zelf vaak nog niet beslissen over hun eigen privacy, voor hun eigen veiligheid. Ze hebben daar te weinig besef van ook. Dus daar is extra aandacht voor nodig. We zien ook dat bepaalde plaatsen in Smart School, dat daar echt al vertrouwelijke gegevens in bewaard worden. Een leerlingvolgsysteem, dat gaat niet alleen over de hobby's die je hebt. Dat gaat vaak veel, veel verder. Er zijn scholen die daar, dat is mijn eigen mening, die daar soms zelfs een overdrijven. Ik heb de term leerlingachtervolgsysteem in het verleden al ooit gebruikt. Dus ik denk dat dat ook een belangrijke oefening is. Scholen moeten een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. Dus het is niet omdat ik vind dat ik als leraar daar iets moet noteren, dat dat zomaar moet kunnen. Daar moet grondig over nagedacht worden. Een aantal jaar geleden landde dan de GDPR-regelgeving. GDPR gaat niet zozeer over privacy, maar gaat over dataprotectie. En ja, de two-factor authentication, of aanmelden in twee stappen, is een manier om naar een betere databescherming te gaan. Dat is toch een belangrijke nuance die ik wil maken tussen privacy en tussen dataprotectie. Dit is echt een manier, die aanmelden in twee stappen, om uw gegevens beter te beschermen. Dat is waar het over gaat. We kunnen eigenlijk stellen dat dat op dit moment wettelijk verplicht is. Er zijn
ook vanuit de VTC brochures verschenen waar letterlijk in staat dat als uw softwarepakket dat toestaat en je gebruikt dat softwarepakket voor de verwerking van gegevens van minderjarigen, dan moet je dat gebruiken. Dat staat daar onomstotelijk in. Dus dat is nu al meer dan 2 jaar geleden dat die wet is ingevoerd en toch zijn er nog een heel aantal scholen die die stap niet zetten. Dus vanuit mijn interpretatie, onze interpretatie, ben je dan eigenlijk al niet meer in regel met de wetgeving. Ik kan naadloos ingaan op het vorige voorbeeld. Een schending van die regels, of dat nu via Smart School verloopt of via een ander systeem, dat leidt tot een boete. Hè? Je hebt in die afspraken te houden, die GDPR-regelgeving is vrij strikt. Als je die overschrijdt, dan ja, kunnen daar boetes uitvolgen die dat opgelegd zullen worden. Er zijn nu nog maar 1 of 2 uitspraken van. Ik verwacht mij de komende maanden toch nog wel aan een aantal andere voorvallen van dossiers die op dit moment nog in behandeling zijn. Ik wil ook een aantal voorbeelden geven van waar dat het dan effectief misloopt. Want heel vaak is die sense of urgency er totaal niet. Hè, of men hecht daar geen waarde aan. Dus ik wil er gewoon eens een aantal voorbeelden, heel concrete voorbeelden uithalen. Een eerste, hele gevaarlijke, en eentje die helaas al een aantal keren door ons is opgemerkt, dat is dat leerlingen software installeren op schoolcomputers. En die software heet keyloggers. Een keylogger doet letterlijk wat je hier ziet. Die registreert elke toetsaanslag die je op een toestel maakt. En die verstuurt die, zonder dat de gebruiker dat in kwestie weet, door naar degene die die software beheert. Dus als dat op uw toestel staat, dan zie ik perfect dat jij hupperdepup.smartschool.be intypt, je gebruikersnaam en je wachtwoord, je duwt op enter en ik krijg dat reeksje gewoon binnen en ik kan een half uur later perfect aanmelden met uw account. Keyloggers zijn bijzonder gevaarlijk, want die registreren alles. Als dat in een schoolnetwerk verspreid geraakt, dat is gigantisch. We hebben voorvallen gehad, want dat staat los van Smart School voor alle duidelijkheid, zo'n toepassing. Hè. We hebben voorvallen gezien waarbij dat leerlingen in de richting informaticabeheer werden betrokken bij de installatie van nieuwe schoolcomputers in de zomermaanden. Dat leek heel erg zinvol. Ik kan u zeggen dat op elke computer in de school een keylogger stond. We hebben voorbeelden van scholen gezien waar dat leerlingen jarenlang toegang gehad hebben tot het volledige schoolnetwerk, de mailbox van de directeur, informat, de loonadministratie, noem maar op. Dat zijn geen uitzonderingen. Hè. Dit is een groot gevaar wat bestaat. Door naast uw wachtwoord ook die tweede factor te hebben, ja, volstaat dat wachtwoord wat via die keylogger gevangen wordt niet en ga je dus al niet meer een Smart School binnen raken. Dit is waarschijnlijk de meest domme en de meest eenvoudige fout die dat gemaakt wordt. Dat zijn leerkrachten die de beamer opzetten in de klas en dan gebruikersnamen wachtwoord invullen en dan vergissen ze zich van invoerveld en ze typen het wachtwoord in bij de gebruikersnaam en heel de klas heeft het wachtwoord van de leraar gezien en de leraar heeft dan mogelijk zelfs niet eens de reflex van het wachtwoord te veranderen. Dus dat is toch wel, de beamer is een potentieel risico, niet alleen naar het achterhalen van het wachtwoord, maar ook gewoon het projecteren van andere persoonsgegevens. Een leerlingvolgsysteem uit Smart School kan je onmogelijk op de beamer zetten. Het zijn ook zaken die ik zelf gezien heb als ik een school rondloop door de gang en ik kijk lokaal binnen en ik zie van ja, wat daar geprojecteerd wordt, dat kan eigenlijk niet. Dus dit heeft ook te maken met sensibilisering van uw korps. Ja, het domme wachtwoord, dat spreekt voor zich. We hadden het daarnet over de account van Ben Wijd, de Twitter-account die gehackt was. De eerste reactie die op hln.be staat, je moet ze maar lezen als je wilt. Het gaat erover dat two-factor authentication dat niet nodig is en dat de mensen maar sterke wachtwoorden moeten kiezen. Een wachtwoord is iets bijzonder kwetsbaar. Wij mensen zijn niet in staat om slimme wachtwoorden of complexe wachtwoorden en voor elke website een ander wachtwoord te kiezen. We hebben in Smart School al aanpassingen gedaan. We hebben naast het wachtwoord ook de wachtzin geïntroduceerd, die dat minder vreemde tekens moet bevatten, maar die veel langer is, die dus ook gemakkelijker te onthouden is. Hier is blijvende awareness rond nodig, want het is ook niet omdat je aanmelden in 2 stappen nu gaat gebruiken, dat je wachtwoord niet meer complex of niet meer sterk hoeft te zijn. Hè. Het is de combinatie daarvan die zorgt dat het echt wel een goede oplossing, een veilige oplossing is. Waarom dan die verplichting in Smart School? En ik kan ineens meegeven, eigenlijk hadden we die verplichting vorig jaar al willen doorvoeren. Maar door de uitbraak van de coronapandemie hebben we dat met een jaar uitgesteld. Want anders was die verplichting met Pasen vorig jaar ingegaan. Maar dat was vorig jaar echt niet het moment met de impact in het onderwijs. Dus we hebben het plan een jaar uitgesteld. Maar waarom in dit geval?
Dat is omdat dat eigenlijk, als je sectorbreed kijkt, dat dat eigenlijk al courant is. Quasi alle grote sociale netwerken die adviseren dat op dit moment, of die requiren dat zelfs, die verplichten die daar zelfs toe. Dus dit wordt echt sectorbreed, wordt dit gewoon een standaard. Dit is een no-brainer. Iemand die dat op dit moment nog een vraag stelt, die is echt niet mee met de problematiek. Als we daar een verder gaan, dan merken wij ook dat scholen helaas zelf onvoldoende die stap zetten. Er zijn heel wat scholen die dat al in gebruik hebben, maar er zijn helaas nog een heel aantal scholen die dat niet in gebruik hebben. Het aantal aanmeldingen van datalekken in Smart School, wij vragen om dat te doen, als er ergens een datalek is in Smart School binnen een school, vragen wij aan de Smart School beheerder om ons dat te melden. Dus we hebben een vrij goed vogelperspectief op de problemen die er zijn. Ik heb afgelopen december nog een vrij groot dossier gehad van een grote Vlaamse domeinschool. Ik spreek hier over meer dan 2000 leerlingen, waar dat geen aanmelden in twee stappen werd afgedwongen bij de collega's, waarbij de leerlingen met de oplossingen van de examens aan de haal waren gegaan, waar tal van examens opnieuw zijn moeten georganiseerd worden, waar toegang genomen is door het leerlingvolgsysteem, waar dossiers van tientallen leerlingen bekeken geweest zijn. Dus op zo'n moment denk je, dit is de wake-up call. Als we dan de gesprekken met directie voeren, hebben we in dit dossier zelfs gemerkt dat men dat nog altijd niet nodig vond. Eigenlijk is dat onbegrijpelijk dat die sense of urgency er soms niet doordringt. Eigenlijk had je dat lang in gebruik moeten hebben. Je zei al een overtreding door het niet te doen. Maar onze focus ligt op dit moment op dat laatste stukje van de staart. De innovators hebben dat 10 jaar geleden al doorgevoerd. De early adopters en de early majority heeft dat de voorbije jaren gedaan. We hebben gezien dat het laatste jaar heel wat scholen die stappen gezet hebben. Maar er is een hardnekkig groepje van scholen dat dat niet doet of niet nodig vindt. En daar is de stap gezet van we gaan het nu verplichten. Dat is overigens geen initiatief van enkel Smart School. Dit is besproken binnen een werkgroep waar ook de koepels en het departement onderwijs betrokken is en waar alle andere sectorspelers die in de onderwijssector software lanceren ook in betrokken zijn. En we hebben dat gewoon sectorbreed afgesproken. Hè. Dus dat is niet echt een initiatief wat puur van onszelf komt. Maar de noodzaak hiervan, die is, dat is voor ons echt bewezen. Dat is onomstotelijk. Vandaar dat het ook effectief nu gaat doorgevoerd worden. Hoe werkt dat? En daar hebben we bij Smartse toch wel een aardige inspanning geleverd. In het verleden kon al gebruik gemaakt worden van een soort USB-stick, die de YubiKey heet, en de Authenticator-app. Dat is een appje wat gratis is, wat je op je smartphone kan zetten. Dus we hadden al twee methodes, zowel voor leerkrachten die een smartphone hadden, als eentje die geen smartschool hadden. Dat is een vraag die we vaak krijgen van individuele leraars, van ja, ze gaan dat verplichten, maar ik heb geen smartphone en ik wil er ook geen. Dat hoeft geen probleem te zijn. Je school kan perfect een aantal van die USB-sticks aankopen, en die bijvoorbeeld voor 20 euro borg, die gewoon uitlenen, zolang als dat je daar aanwezig bent in de school. Zoals ze dat bijvoorbeeld ook doen met de sleutel van het fysica-lokaal. Zo ging dat toch in mijn tijd toen ik leraar was. Dus het aanmelden in twee stappen houdt niet essentieel een smartphone of een gsm in die dat noodzakelijk is voor het gebruik. We hebben een heel aantal methodes. Eentje die dat nieuw is, dat is aanmelden via de Vlaamse overheid. En de Vlaamse overheid heeft daar een heel mooi initiatief. Zij verzamelen een aantal technologieën, waaronder It's Me, de EID, beveiligingscode via de mobiele app, beveiligingscode via sms en federal token. Federal token, dus, daar heb ik een sterretje bij gezet, omdat dat iets is wat op zijn retour is. Dat is geen nieuwe technologie, dus dat is iets waar je zeker niet op moet inzetten. Sommige van deze methodes zijn snel in gebruik, andere zijn wat trager in gebruik. Hangt ook af van wie dat je bent. Als je secretariaatsmedewerker bent en je meldt aan, bijvoorbeeld met It's Me, dan kan je, omdat je daar bent aangemeld, ook snel aanmelden in Informat, omdat die ook terugvalt op It's Me. Dus dan hoef je maar één keer aan te melden voor de twee pakketten. Dan rendeert dat. Als je leraar bent en je wilt elk lesuur in een andere computer in de school gaan aanmelden, dan zou ik dat nooit via It's Me doen, omdat dat vrij omslachtig is. Dat gaat misschien een minuut tijd kosten, toch een minuut lestijd die je kwijt bent. Dus dat is ook wat experimenteren binnen de school om te kijken wat is de beste methode die voor ons ligt. Maar de Vlaamse overheid heeft daar alles in zo'n goed initiatief en we hebben dat volledig omarmd. Ik sluit ook niet uit dat zij dit uitbreiden op termijn. Op dit moment de meest populaire optie, dat is de Authenticator-app. En er zijn er intussen heel wat.
vereist een heel eenvoudige configuratie. Je hoeft maar het QR-code te scannen in je profiel. En daarna wordt er een zescijferige code gegenereerd die elke 30 seconden verandert en die u gevraagd wordt bij het toegang nemen tot Smart School. Stel dat je dan toch op een dag je smartphone thuis vergeet en dat je op school op Smart School moet, geen nood, de Smart School beheerder kan voor één dag de verplichting tot aanmelden in twee stappen tijdelijk uitschakelen. Als dat gebeurt, krijg je daar als leraar ook een bericht van, dat je ook weet van, oei, mijn beveiliging is uitgeschakeld. En als je dan in die periode aanmeldt, krijg je nog eens een bevestiging per mail, dat je ook ziet dat iemand waarschijnlijk jezelf hopelijk, toegang heeft tot uw account. Stel dat iemand dan toch uw wachtwoord zou kennen op dat onbeveiligd moment, dan ben je alleszins gewaarschuwd dat er toegang geweest is tot uw account. Dus de awareness daar rond, dat is toch wel heel belangrijk dat bestaat. Even verder. Dit is de nieuwste technologie. Dat heet eigenlijk WebAuthn. En dit gaat er eentje zijn die dat op termijn de standaard, denk ik, zal worden over een aantal jaren. Want dat is een internationale alliantie die van Microsoft en Google en een aantal grote bedrijven die hierachter zit. En WebAuthn is eigenlijk een algemene technologie die in verschillende soorten toepassingen kan geïntegreerd worden. Er bestaat een goedkope USB-sleutel die technologie aan boord heeft. Dus een USB-stick die in de computerstick waarop drukt. En dat dient dan als tweede factor. Er zijn er ook gelijk de duurdere MacBook Pro's. Die hebben een fingerprint reader. Windows Hello heeft zelfs gezichtsherkenning. De iPads, de duurdere iPads, hebben ook Touch ID en Face ID. Die als second factor kunnen dienen. En dit maakt het echt wel drempelverlagend. Scholen die bijvoorbeeld met Microsoft 365 werken, kunnen op basis van de integratie van Microsoft 365 en WebAuthn op een heel gemakkelijke manier via single sign-on in Smart School binnen geraken. We hebben dat ook slim gebouwd, zodanig als je al via two-factor authentication bij Microsoft aanmeldt, dan gaan wij dat niet nog eens vragen, want dan zou dat een driedubbele authenticatie zijn. Dus hier bestaan echt Europese of internationale standaarden rond. En die proberen wij bij Smart School zo goed mogelijk te implementeren. Maar dit gaat waarschijnlijk naar de toekomst toe een blijver zijn. Dus alles is ook iets wat door de ICT-coördinatoren en Smart School-beheerders binnen de school moet onderzocht en bekeken worden. Om hoe kan dat het beste in jullie lokaal ecosysteem geïntegreerd worden. De YubiKey, dat is eentje die we al lang in gebruik hebben, die blijft ook gewoon, scholen die daar destijds in geïnvesteerd hebben, dit blijft gewoon ondersteund qua USB-sleutel die naast het wachtwoord kan gebruikt worden. Nieuw bij de introductie hiervan de afgelopen maand, is dat we ook de combinatie van deze methodes toestaan. Je moet niet kiezen tussen één van deze dingen. Je kunt perfect je It's Me koppeling leggen en een YubiKey hebben en gebruik maken van bijvoorbeeld Windows Hello om aan te melden. Je kunt dat allemaal perfect combineren. Dus stel dat je je gsm thuis vergeten hebt, maar je hebt je stick wel bij, dan kun je alsnog binnen. Dus we hebben er gewoon ook voor gezorgd dat er een fallback plan is voor het geval dat nodig zou zijn. Niet dat je helemaal niet op Smart School kunt als je op school bent. Dus er zijn verschillende combinaties perfect mogelijk. Het is ook zo, de Smart School beheerder kan op dit moment al verplichten, dat is al jaren zo, dat de Smart School beheerder kan verplichten welke personen of groepen van personen moeten aanmelden in twee stappen. Maar daarnaast is het ook zo dat iedereen dat voor zichzelf kan beslissen. Een leerling of een ouder die met zijn privacy inzit, die stelt dat gewoon zelf in. Ik leer mijn kinderen dat op dit moment al, dat ze niet zomaar een dom wachtwoord mogen gebruiken, want dat gaat heel jong. Die starten op 7, 8, 9 jaar al met Fortnite. Dat gaat gewoon heel eenvoudig van start. Dus dat is eigenlijk iets, ik weet niet of het in de nieuwe eindtermen staat, maar het zou er eigenlijk moeten in staan. Want het is eigenlijk iets wat belangrijk is. De introductie en de uitrol, wij zijn op dit moment technisch ver genoeg. Alle scholen kunnen inmiddels beschikken over al de mogelijkheden die ik net gepresenteerd heb. Wij adviseren ook dat de Smart School beheerders op dit moment al die sensibilisering doen voor die scholen die nog niet zo ver zijn. Dat zal nodig zijn, want vanaf maandag 19 april wordt het verplicht. Dat is de maandag na de paasvakantie. En we gaan daar zeer duidelijk over zijn. We gaan geen uitzonderingen toestaan. Scholen die zich niet voorbereid hebben, die hun leerkrachten niet opgeleid hebben, die geen maatregelen genomen hebben, dat gaat een chaotische maandag zijn. Dat gaat niet leuk zijn op social media voor Smart School, want we weten dat we de zwarte piet zullen krijgen. Maar dit moet op een bepaald moment, bite the bullet, moet dat gebeuren. Maandag 19
Januari, april zal dat zijn. We hebben dat ook ruim van tevoren meerdere keren aangekondigd. Dus ik ga er ook vanuit dat de scholen tussen hun stappen aan het zetten zijn. Er is voldoende handleiding. De beheerders, machtsgroepbeheerders in de school kunnen voldoende ondersteuning bieden. Ook wij zijn beschikbaar, moesten daar vragen over zijn. Dus dat mag geen enkel probleem zijn. Het is in honderden scholen al in gebruik. Het is een week aanpassen en daarna verloopt dat eigenlijk vlekkeloos. Goed, dat was mijn bijdrage. Ik ben beschikbaar voor de vragen die dat er overgesteld zouden zijn. Dank u wel, Jan. Ik kijk even naar Davy om te zien of er bepaalde vragen zijn die wij kunnen beantwoorden. Ik zie hier een vraag van Henk Maas of de Vlaamse overheid of dat door de smart schoolbeheerder moet gebeuren of zal die standaard aanstaan. Henk, die staat standaard aan. Je kunt die op vandaag al gebruiken, maar uw smart schoolbeheerder zou dat kunnen verplichten. Maar het staat iedereen vrij om dat op dit moment al te activeren. De vraag van Walter in verband met het laten borg betalen, dat laat ik over aan de school zelf en de afspraken die dat daarover gemaakt worden. Dat is niet de domein van smart school. De Smart School app wordt ook gevraagd. De Smart School app, daar dwingen wij de aanmelding in twee stappen niet af, want de Smart School app veronderstellen wij dat het trusted device is. Jij kunt, er is ook een onboarding nodig. Als jij je account beveiligd hebt met aanmelden in twee stappen, dan zult je vooraleer dat je de Smart School app kunt gebruiken op je smartphone ook effectief moeten aanmelden in twee stappen om die account gekoppeld te krijgen. Dus daar bewijs je je identiteit. Je kunt wel je account in de app ook nog beveiligen met een pincode. Er zijn weinig mensen die dat weten, maar ook daar zou je een extra stap kunnen toevoegen dat iemand die dat je telefoon vindt, dat die niet zomaar in je Smart School account kan. Oké. Ik zie dat ook nog een vraag is van Katrien. Of dat de koppeling van de dubbele authenticatiekoppeling van Office 365, dat die er ook komt met Google Workspace? Ja, dat weten we op dit moment niet. Het voordeel van Microsoft 365 is dat zij ons kunnen laten weten of een gebruiker daar aangemeld is in twee stappen. Google kan ons op dit moment dat niet vertellen. We krijgen die informatie niet door van Google. De dag dat Google ons dat kan vertellen, gaan we dat zeker implementeren. Oké. Oké, Jan, heel erg bedankt. Ik zie nog één vraag verschijnen van Jeroen. Of er voor de app misschien ook biometrische beveiliging mogelijk kan gemaakt worden in de toekomst? Ik sluit dat niet uit. Hè. Dit is een domein wat in evolutie is. Zeker met die WebAuth en webauthenticatiemethodiek. Als je zo'n nieuwe iPad hebt, kan je dat eens gebruiken. Maar daar kan je gewoon gebruik maken van Touch ID en van Face ID. Hoe en of we dat ook nog eens extra in de Smart School app zullen steken, dat is een van de zaken die dat we wel verder zullen onderzoeken. We zitten nog niet op het einde. Ik denk dat dit sowieso, gelijk alles met technologie, in evolutie is. Dus dit is geen eindpunt. Dit is een belangrijke grote stap die gaat gezet moeten worden. We zullen wel zien welke aanpassingen dat er nog gebeuren in de toekomst. Wij verzamelen op dit moment ook de feedback van de Smart School beheerders. Dus ik sluit niet uit dat we sowieso nog wat aanpassingen doen in de loop van de komende maanden om het helemaal te fine-tunen, dat het verhaal van school vlot werkt. Oké, dank u wel, Jan. Graag gedaan. Ik denk dat dat een hele mooie en hele duidelijke boodschap ook is om een webinar over Safer Internet Day af te sluiten. Het gebruik van een tweede factor om aan te melden op allerlei toepassingen. Bij ons op school doen wij het al een aantal jaar smart school beveiligen met aanmelding in twee stappen. En inderdaad, in het begin zal dat wat voor chaos zorgen, maar uiteindelijk zijn alle leraren nu wel mee in het verhaal. Ik toon jullie heel graag ook nog waar je op ICT Klassement alle materiaal vindt over twee-factor authenticatie. Staat hier op de startpagina, ook bij het blokje privacy. Daar vind je een heleboel tips, uitleg, informatie, de tools die besproken zijn, zoals Authy,
ook informatie over de YubiKey, allerlei websites, kan je gaan raadplegen om meer te weten te komen over deze twee-factor authenticatie of aanmelden in twee stappen. De materialen of de tips die vandaag aan bod zijn gekomen, die verzamelde ik voor jullie in één mooie favoriete map, waarvan ik de link graag deel in de chat. Zodat jullie die zelf ook kunnen toevoegen in jullie klassement-account. Dan krijg je alle labelen in dezelfde map en kan je er desgewenst ook nog mappen of labelen aan toevoegen, zodat je die zelf ook kan gaan delen met collega's. De laatste presentatie ging over veilig aanmelden en ook het eventuele gebruik van de digitale sleutels om aan te melden op onder andere Smart School. Die digitale sleutels die zullen de komende maanden meer en meer ingeburgerd raken, daar ben ik van overtuigd. En om jullie ook de kans te geven om daar werk van te maken samen met jullie leerlingen. Hè. Wellicht willen jullie de laatste jaars van een school toch voorbereiden op deze online administratieve toekomst en hen de mogelijkheid bieden om digitale sleutels te activeren en te gaan gebruiken ook. Daarom hebben we op ICT op Klassement deze wedstrijd gelanceerd. Die zit ook in de favoriete map, dus daar kan je nog eens rustig gaan nalezen. Maar wij schenken aan de eerste 30 scholen die een leermiddel of een lesmateriaal indienen over digitale sleutels, schenken wij een set van 25 digitale kaartlezers. En zoals je zal zien bij het aanmaken, of zoals je wel weet wellicht, bij het aanmaken van digitale sleutels, of misschien ook bij het aanmelden op Smart School vanaf 19 april, is een digitale kaartlezer echt wel een noodzakelijk instrument om dat te gaan realiseren en om al jouw digitale sleutels, It's.me, authenticatie apps, te gaan activeren. Een digitale kaartlezer. Als je er zo dus een set wil winnen, deze wedstrijd loopt tot aan de paasvakantie. Laat je leermiddel op klassement. Vermeld in de omschrijving wedstrijd digitale sleutels. En zo krijgen de eerste 30 scholen waarvan een leerkracht een leermiddel uploadt, deze kaartlezers toegestuurd. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze webinar. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid tijdens deze koude woensdagnamiddag. Ik wil de sprekers uiteraard van harte bedanken voor hun mooie bijdrage. Ik wil ook Katrien bedanken voor alles in goede banen te leiden in de backstage van deze webinar. En mijn collega Davy uiteraard ook voor het modereren van de vragen. Geen probleem.